U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. In het algemeen is er veel ruimte voor de zon, maar er drijven ook wel wat wolken over ons land. Het is allemaal vriendelijk van karakter, want het blijft droog. En de temperaturen liggen vanochtend al tussen de 12 en 14 graden. De wind waait matig uit het noorden tot noordoosten en die wind die neemt in de loop van de dag wel toe. Vooral langs de westkust, daar wordt de wind vanmiddag vrij krachtig en misschien wel krachtig, windkracht 5 tot 6. Ook vanmiddag soms wat wolkenvelden, maar in het algemeen vaak zon. En temperaturen tussen 16 en 18 graden. Vanavond daalt de temperatuur naar een graad of 13 en ook dan blijven we dat wisselend bewolkte beeld zien met zonnige momenten maar ook met wat wolkenvelden. Morgen dan een dag met duidelijk meer wolken en ook wat lagere temperaturen. 14 tot 17 graden is echt te mager voor de tijd van het jaar. De wind blijft uit het noorden tot noordoosten waaien. De dagen die volgen draait de wind langzaam naar noordoost tot oost en vanaf woensdag zien we de temperaturen oplopen. Maar later op donderdag en vooral op vrijdag neemt ook de kans op buien weer toe. En na die buien in het weekend weer lagere temperaturen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.